Deze week in Jij in de Wijk blikken we nog even terug op het ultieme vakantiegevoel en starten we met een nieuwe rubriek. Beter een goede buur. Wel gewoon even gezellig op straat praatje, maar we hebben niet zo intensief contact dat we bij elkaar op de koffie komen of even, dat is er nog nooit van gekomen. Maar ik weet wel dat als er iets is, dat ik bij hun terecht kom. Het ultieme vakantiegevoel, wat is dat nou eigenlijk? Wijkreporters Jenne en Paul volgden Ben Vos, die vertelt over zijn reis naar Berlijn en zijn ultieme vakantiegevoel. Nou, vakantie is voor mij spanning en tegelijkertijd ook avontuur. Ik ben meestal actief en ik vind het heerlijk om dingen te doen, om een stad te gaan ontdekken. Nou, dit jaar dan Berlijn. En we zaten heerlijk op een camping buiten Berlijn en hebben ook een aantal etappes kunnen lopen van een schitterende route rondom Berlijn. En dat heet de 66 meren wandeling. Nou, hier ben ik dan voor het eerst in Berlijn. En daar moet je eens naartoe gaan, naar al die highlights en prachtige monumenten. Nou, hier sta ik dan bij de Brandenburger Tor. Ja, wel een prachtig, schitterend mooi gebouw. Ik ben hier lekker op vakantie met Sandra, Jannie en Gera. En die gaan lekker verder genieten, je hoort ervan. Nou, en hier sta ik dan voor de Deutsche Reichstag. Enorm gebouw, Duitse vlaggen wapperen. Nou ja, dat te bedenken dat hier vroeger de nazistische, fascistische regering zetel had. En daar natuurlijk verschrikkelijk plannen uitdokte. Dat is wel een heel raar idee. Nou, hier loop ik dan door het Holocaust monument. Een enorm groot complex eigenlijk met allemaal beton. En ja, het is heel vreemd om daar doorheen te lopen, een soort doolhof. En dan van de grote straat af in een schitterend mooi park, midden in Berlijn. Je hoort hier de wind, vogels en heel in de verte hoor je dan ook nog de auto's. Maar dit is dan wel weer heel mooi van zo'n grote straat. Nou, hier maken gaan we weer zo'n mooie etappe lopen van de 66 merenroute rondom Berlijn. De etappe van Hennigendorf naar de camping terug, dat is iets van 17 kilometer. Het begint al heel mooi hier. En links tussen de bomen door zie je het meer. Ja, altijd mooi weer om monumenten te bekijken en een heerlijk hapje te eten. Typisch Duitse kost. Ja, en opvallend was in het Oost-Duitse gedeelte. Normaal Oost-Duits gedeelte waar het ontzettend veel gebouwd werd. Nou, je ziet hier aan de bouwkranen hoeveel het is. En een bezoek aan de Bernoullistraat is ook indrukwekkend. Want daar zie je echt hoe de muur er destijds uitzag. Het is een bijzonder beeld om te zien. Nou, een bezoek aan het Parc Sanssouci is echt heel leuk. Het is een heel mooi park met toch wel een typisch Duitse bouwstijl. Maar het park op zich, de natuur, is echt schitterend mooi. Een nieuwe rubriek bij Jij in de Wijk. Heb jij iets spannends of gezelligs te vertellen over of tegen je buren? Of wil je ze graag bedanken? Dat kan dan vanaf nu bij Beter een Goede Buur. Met vandaag de vraag, hoe is jouw band met je buren? Heel goed. Ja, we zijn echt hecht bevriend. Nou, heel minimaal contact. Wel gewoon even gezellig op straat praatje. Maar we hebben niet zo intensief contact dat we bij elkaar op de koffie komen. Of even, dat is er nog nooit van gekomen. Maar ik weet wel dat als er iets is, dat ik bij hun terecht kom. Ja, helemaal goed. Supergoed. Links en rechts, prima. We doen nog een onderwets naberschap. Hoe belangrijk is het volgens jou dat je echt een goede band hebt met je buren? Het is wel belangrijk, want bijvoorbeeld als er iets gebeurt, dan kun je naar hun toe of andersom, als iets met hun gebeurt, dan kunnen ze naar ons toe komen. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Dat je bij het huiskoop bijvoorbeeld eerst moet kijken van wie je buren zijn. Want ze kunnen je leven wel stukken gemakkelijker maken. Hè? We hadden grond gekocht en toen, voordat we gingen bouwen, hebben we kennis gemaakt met de buren links en rechts die wat daar al waren. Die woonden daar al. Toen hebben we gezegd van, nou, wij zijn de nieuwe mensen, wij komen hier nieuw wonen. En we willen graag buren worden. Willen jullie onze buren worden? En dan ben jij de eerste buurman en jullie zijn de tweede. Dus in geval van nood gaan we het eerst bij jou melden, van kun je helpen. En als zij niet kunnen, dan heb je nog een tweede buurman. En dat is wat links en rechts is gebeurd. Gaan jullie bijvoorbeeld ook tussendoor koffie drinken bij elkaar of gaat het niet zo ver? Ja, ook wel. Alleen niet elkaar overlopen, zeg maar, op zijn tijd. Een goede buur of een verre vriend? En waarom? Ik dacht, een goede buur, dat is in, vooral ook in geval van nood, dat je steun aan elkaar hebt, dat je elkaar helpt. Ja, een goede buur. Maar een verre vriend heeft net zoveel betekenis, denk ik. Maar je moet kiezen. Dan een goede buur. Ja, waarom? Ja, daar heb je dagelijks mee van doen. Moeilijke vraag. Ik heb net gebakjes gehaald omdat vrienden komen en die wonen in Zuid-Limburg. En ik ben heel blij dat ze komen, maar ik ben ook heel blij met mijn mensen in de toren. Dus, Over naar het dier van de maand. Deze keer zijn het er twee broertjes wel te verstaan, die deze zomer bij het dierenopvangcentrum zijn gebracht. Dit is Blue, dat is een van de twee witte broertjes. En dat is een beetje de mini Vlaamse reus, de andere die dwarrelt hier ergens rond. Die zijn als broertjes hier gekomen. Dat zijn mannetjes, die hebben we ondertussen gecastreerd. En die halen we dan uit elkaar. Dus twee redenen. Twee mannetjes bij elkaar gaat bijna nooit goed. Dat geeft ruzie. En omdat ze apart ook vaak beter bemiddelbaar zijn. Er komen hier heel veel mensen die hebben een eigen dier. En die willen dat koppelen aan een van de asieldieren. Om zo weer een koppeltje mee naar huis te kunnen nemen. Red, die hier op de grond loopt, die ziet wat minder goed dan zijn broertje. Dat is een eigenschap die albino dieren wel vaker hebben. Hun karakter is, nou ja, enigszins afwachtend. Maar als ze jou kennen, komen ze op je af. Blue is dat wat meer dan Red, dat zagen we net buiten ook wel. Blue komt gelijk op je aflopen aan de rand van het hok. Zachtaardige karakters, je kunt ze goed oppakken zoals je ziet. Maar ze vinden het niet leuk. Dat komt omdat konijnen in principe niet opgepakt willen worden. Dat vinden ze allemaal niks. Een konijn is een prooidier. Dus als ik zo doe, dat is wat een roofvogel ook doet. Dus dat moet je eigenlijk nooit doen. Ik pak ze altijd gewoon zo vast. Dat is nog enigszins geruststellend. Maar nu kijkt hij ook in een pijloze diepte. En dat vindt hij helemaal niet zo leuk. Die wil gewoon op de grond rondhubbelen. Ja, soms binnen is voor deze konijnen is dat niks. Daar zijn ze te groot voor. En eerlijk gezegd, ze produceren ook nogal wat. Dus dan gaat binnen gaat dat niet goed komen. Die moet gewoon lekker in een groot hok in de tuin zitten. Zijn er veel mensen die nou afstand doen van hun dieren in de zomervakantie? Nou, we hebben wel wat we dit jaar gezien hebben, is voor de vakantie wel een stijging in de afstandsdieren. En dat zijn misschien mensen die op vakantie gaan en toch erachter komen van god, dat is toch wel lastig, zo'n konijn. Laat ik daar op dit moment maar afstand van doen. Dat vinden we niet erg, want dat dieren die komen dan hier. Daar zijn we dan ook heel blij mee. En dat was een jaar of 10 geleden toch wel totaal anders. Veel gebeunhaas op marktplaats, dat zie je nog steeds wel. Ja. En we hebben liever dat ze hier komen om te kijken. We krijgen jullie tenminste nog een leuk huisje. Ja. Wil je ook laten zien wat er speelt in jouw wijk? Mail ons even. Volgende keer een nieuwe aflevering van Jij in de Wijk, met onder meer de veiligheid rondom scholen. Tot volgende week.